Kermis gaat vandaag beginnen. Het is warm buiten, de terrassen die lokken. Dus ik ben toch blij dat jullie met zoveel nog gekomen zijn vandaag. Nou, we gaan het vandaag hebben over kunstenaar Gerrit Jielissen. Die zit naast mij. Willem Bongers en Erno Schoeren. Zeg ik goed? Ja, Schoeren die komen vertellen over het Vierdaagse Orkest. Elf Loenen komt vertellen over theater De Steenakker in Haps. Dan komen Pierre Hermans en Henk Baltus vertellen over Daags naar de Tour en over het boek dat daarover gaat verschijnen. Vervolgens komt nog Bart Kiemenij uit Haps. Die gaat zelf de Tour de France fietsen op zijn eigen manier. En dan sluit Bart-Jan Baartmans af met een lied over de Daags naar de Tour. Het heet De Ronde Mis, als ik het goed heb. Oftewel, volle bak, geen tijd te verliezen. We gaan beginnen, Gerry. Hallo. Ja, welkom. Gerry Jielissen, dames en heren, komt uit Beugen. Kunstenaar, ja, toch? Ja, we hebben elkaar onlangs ontmoet. Gerry deed een project met basisschool De Bonkert hier in Boksmeer. Waar hij kinderen begeleidde die kunst gingen maken. En dat mocht dan op een muur van een enorme fabriekshal of zoiets was het, hè? Ja, we zijn eigenlijk begonnen. Mijn zus heeft mij gevraagd om een keer op school een kunstproject te gaan doen met alle kinderen. Ja. En dan bedoel ik alle kinderen van groep 1 tot 8. Ja. Het was echt een begin van dat de kinderen moesten gaan dromen, fantasie krijgen en echt out of the box denken. Dus ja. Daar is het mee begonnen. Dus daar heb ik heel veel verschillende technieken benaderd. Dus schilderen, knippen, plakken, beelden maken en graffiti, want daar kwamen de kinderen mee. Alles wat ze gedaan hebben, dat laat ik ook zien binnenkort. Dus bij Pierre en Nino Hermans, waar ze de Crafty op de muur. Ja, daar hebben ze de Crafty op de muur gespoten. En alle dingen die ze gemaakt hebben, sculpturen, beelden, schilderijen, dat wil ik daar weer laten zien. Want dat is 22 september, heb ik daar een grote opening van mijn eigen kunst. En dan wil ik dat integreren, zeg maar. Ja, grote expositie. Ja, en dat is ook in dezelfde hal, hè? Ja, in dezelfde hal. Dat zijn 50 tot 100 grote olieverfschilderijen, beelden, glassculpturen, tekeningen, grafiek, gipsen beelden, houten beelden. Dus er komt een hele grote, zeg maar, overzicht tentoonstelling van mijzelf. Ja, want het is wel grappig dat je dat zo zegt, want jij bent kunstenaar en dan de ene kunstenaar is beeldhouwer, de andere is schilder. Maar jij doet alles. Ja, ik vind, had ik net nog met Bartje over. Kunst wordt vaak is kunst en denken aan schilderen, maar voor mij is kunst ook muziek, theater. Schilderen, beeldhouden. En dat hele culturele pak, dat ga ik ook vaak benaderen. Dus ik heb van alles gedaan. Van beelden maken in marmer, glas, theater. Ik heb voor het theater decors geschilderd in Essen. Ja. Voor bijvoorbeeld theaterproducties van Voor van de Ende. In Scheveningen. Van de musical Elisabeth en Miss Saigon. Oké. Okay. Dus, heb je dat vliegtuig bij Miss Saigon in elkaar gezet? Oké. Dus, ja, toch? Ja. En ik heb een vliegtuig in Australië beschilderd. Ik pak altijd alles aan. Mode. Ja. Dus, maar ik ben van huis uit natuurlijk schilder. Oké, want dat dacht ik eigenlijk van, kun je niet beter op één ding concentreren en daar heel goed in zijn of overal heel goed in willen zijn? Ja, ik probeer overal goed in te zijn. Dat lukt niet altijd, maar dat is mijn uitgangspunt. Maar ik zie alles als een tube verf. Of ik nou met klei begin of met hout begin. Het is voor mij gewoon een middel om mijn gevoelens, mijn expressie, wat ik ben best wel powerful, daarin uit te drukken. Ja, hoe kan ik dan een glasstuk? Kunnen we misschien iets van maken? Ja, ik heb ook glas gewerkt, dus. Ja, gelijk, hè? Ja. Maar hoe kan ik een blok hout vergelijken met een tube verf? Ja, dat is het in mijn hoofd, dus dat is moeilijk uit te leggen. Dat is gewoon het gevoel. Ik zie alles als een waar ik mee begin. Maakt niet uit. Ik vind vaak dat mensen, kunstenaars, ik denk dat je, als je iets wil uitdrukken, moet het materiaal moet niet van belang zijn. Dat moet je naar je hand zetten. Daar moet je mee aan de gang gaan. Maar hoe je hout bewerkt is anders dan hoe je zachte steen bewerkt. Maar je moet wel de ambacht kennen. Dus je moet weten hoe je moet beeld houden. Je moet weten hoe je met glas om moet gaan. Dus, maar dan bijvoorbeeld met glas
Daar ben ik begonnen in Murano, bij Borengo. Dat is een, daar is een makersglas. Ja, Italië, Venetië. Daar ben ik dan in de leer geweest om glas te leren blazen en mee om te gaan. Ja. En daar heb ik verder in Ajeto, dat is weer in Tsjechië, bij Boris Sipek. Is helaas overleden. Vijf tot acht jaar gewerkt in glas, in de glasfabriek. Ja, dus hoe gaat dat? Je hebt op heel veel plaatsen op de leerschool gezeten. Yeah. Hè? Dan bel je op en zeg je, hallo Gerry, jullie zouden Beugen kan komen? Ja, zoiets. Ja, ja, werkt het zo, hè? Ja, zo makkelijk gaat het natuurlijk niet. Maar ik denk dat ik bij het begin moet beginnen. Ik heb de leraaropleiding hier in Nederland gedaan. En toen ben ik bij... Voor welke richting? Dat was kunstgeschiedenis en tekenen en handvaardigheid. Oké, okay, dus ja, al wel in de kunstgeschiedenis. De Gelderse Hogeschool heette het, Interstudie heette het toen volgens mij. Ja. En daarna, en dat is de grote sprong wat mij veel geholpen heeft, ben ik in de leer gegaan bij professor Marcus Lupert op de academie in Düsseldorf. En dan ben je echt, kom je zeg maar, dat is een beetje de oude traditie, net als vroeger. Kom je echt als leerling bij een meester. Dus daar ga je een aantal jaren, blijf je daarbij en dan leer je heel veel mee. En daar ben ik natuurlijk ook mee aanraken gekomen met heel veel disciplines. Ja. En vanuit daar ben ik zelf alles gaan doen. En dan kun je de hele wereld over om overal dingen te leren. Ja, ik leef voor mijn kunst. Kun je daarvan leven, ja? Ja, in het begin is natuurlijk de eerste 10 jaar, kun je vergeten. Dus... Het is natuurlijk een moeilijk proces. Ik heb natuurlijk heel veel steun gehad van mijn broers en zussen en vrienden. Dan kon je komen eten af en toe. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Maar ik heb eerst jaren, denk misschien wel 10, 20 jaar in een camper door Europa getrokken. En van daaruit daar kom je op een plek en er gebeurt er iets. En uiteindelijk ben ik na de studietijd in Florence terechtgekomen. Daar heb ik 5 jaar gewoond. En daar heb ik heel veel... dat is natuurlijk de plek voor kunst, alles wat er gebeurd is. En vandaar, meestal ontstaan die dingen. En als je vraagt aan mij, hoe gaat dat? Als ik een idee heb, bijvoorbeeld ik begin bij Pierre en Nino, hier te plekken in Boksmeer. Mm-hmm. Ik was op zoek naar een hele mooie oude ruimte. Dus een grote hal om mijn dingen te exposeren. Maar waar is zo'n mooie ruimte? Dus ik ben aan het rond gaan rijden hier in de omgeving, want ik wou het in de omgeving doen. En toen zag ik dat daar die oude fabriekshal, ik geloof dat Schothals heet vroeger kort, hè? Tegenover het voetbalveld. Ja, ja. Dat in ieder geval, ja. Ik weet niet precies hoe het... Ja, Schothals, hè? Oude museum, ook meer naar de En ik dacht, wow, dat is een mooie fabriek, want die is super groot. Mooie oude constructies. Mooi licht, dat is een schijndak. Ik denk, dat is een super plek om mijn kunst te laten zien. Dus ik denk, ik moet even uitvogelen van wie dat is. Ja, of er staan een paar auto's in die hal. Ja, er staan allemaal een paar. Er staan er heel veel, hele mooie, hele in die hal. Ja. En ook kunstobjecten tussen, die auto's. Ja. En toen kwam ik via achter dat het van Pierre... En toen ging ik naar Pierre, toen zei ik, Pierre, hi Pierre. Hallo Pierre, kan ik even spreken? En toen zei ik, Pierre, ik zou je wel graag een expositie willen doen. Ja, is goed. Ja, dat was het. Ja. Les is daar. Ja, zo makkelijk is het, hè. Hey, maar het is wel van belang, nogmaals, dat je op dingen afstapt. Je moet niet gaan zitten wachten. Nee, kan je vergeten. Hoe was het bij jou thuis toen jij de kunst in ging? Wat zeiden je ouders? Gerry, kun je niet gewoon het onderwijs in net als je zusje gedaan heeft? Nee, mijn ouders... mijn vader had een autobedrijf in Kleine Beugen. En mijn moeder, we hadden 6 kinderen. En die hebben mij altijd mijn gang laten gaan. Ja. Altijd gesteund met alles. Dus, niet met zachte dwang een goed betaalde job ingeloodst. Ja, mijn vader heeft wel eens gevraagd aan een goede vriend van mijn, Tony van den Berg, van kan hij daarvan leven? Want dat was natuurlijk de vraag. Van, En toen zei Tony, dat komt wel goed. Dus je moet ook soms makkelijk denken. En dat deden mijn vader en moeder. Dus, En misschien dit in het begin te hoge eisen stellen aan... materiële zaken? Nee, dat heb ik wel gezien op de scholen waar ik nu in de Bonkert bij mijn zus ben ik een paar maanden met de kinderen geweest. Ik denk dat de ouders en de jonge ouders van nu, je moet niet te veel hoge eisen stellen aan de kinderen. Het gaat veel te snel, dat is mijn mening, hè, om dat aan te pakken. Ik denk dat
dat je je kind moet stimuleren om gelukkig te zijn in zijn hoofd. En dan komt het wel goed. En dan komt het wel goed, wat je ook gaat doen. Of het nog sport is, of je gaat je wordt onderwijzer of dokter. Of, dat is mijn mening. Ja. Of je gaat je wordt timmerman. Ja, kan. Ja. Ja. Ja, en dan heb je hebt, Italië gezeten, Tsjechië gezeten, China, weet ik veel, overal. Ja. En dan kom je terug en dan denk je van, ach, ga je lekker in Beugen wonen. Ja. Wel een contrast, hoor. Ja, dat is een hele contrast. Dus ik kan ook wel een kort verhaal vertellen. Ja. Ja, dus ik heb hier tot mijn 40ste best veel over de wereld gezworven. Dus dan was ik, kijk, als je kunst maakt en je wil het in een ander land maken, of nou Amerika is, Italië of Australië, dan moet je er zelf ook zijn om iets op te zetten. Ja. Dus ik ben de eerste 40 jaar ben ik overgeweest. En toen kwam ik toevallig terug in Beugen met de kermis. En we hadden altijd zaterdagavond met de kermis met mijn vader een biertje drinken. En toevallig kwam ik daar mijn vrouw tegen. Ja. Nu mijn vrouw, Jolanda, daar staat ze. Ja, zo gaan die dingen dan. En die woonde 100 meter van mij af, maar die kende ik helemaal niet. Dus nooit gezien. In Beugen, elkaar niet kennen op 100 hoogst mogelijk. Ja, dat is echt zo gebeurd. Ja. Dus overal gezocht over de hele wereld, ja. Maar in Beugen en de Beugen 100 meter verderop. Ja, zo is dat gekomen. Ja, 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 dat weet je, je leert die bekennis klaar met het vrije leven. Dan, huisje, boompje, beestje. Ja, dat is ook zo, ja. Ja. Dus, maar en ik had, toen mijn vader gestopt is met zijn met autobedrijf, heb ik de ruimte overgenomen, dat is ook van mijn broer. En daar heb ik mijn atelier. En ik heb van daaruit altijd de basis waar mijn werken is. En van daaruit ben ik gaan rondzwerven, zo moet je zien. Doe ik nu nog, in principe. Ja, ja, toch wel. Nu ja, je mag nog wel een beetje zwerven. Ja, jawel. Ik mag heel nog heel veel, hè. Bewijs. Ja, precies. Hey, je hebt nou het project De Bonkert gehad. Ja. Wat wordt jouw volgende grote project? Ja, mijn grote project is nu dat is bij Pierre en Nino Herman. Dus expositie? Ja, maar goed, dat daarna? Ja, dat weet ik niet. Dat zover plan ik niet vooruit. Meestal, als je, wat mijn ervaring is, als je een expositie ergens hebt gehad of iets doet, dan gebeurt er altijd iets. Bij mij is dat. Van daaruit kan er iemand komen en die zegt, Gerry, kun je naar komen in Suriname en wil je daar mijn muur schilderen? Ja, dus, dan zeg jij geen nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. En dan ben ik daar weer en dan ga ik daar weer iets doen. Zo lopen dingen. Ja. Vooruit plannen en denken, nou, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee, god bijzonder. Ja, nou ja, leuk. We gaan je in de gaten houden. Ja. Leuk dat je hier was. Ik hoop dat jullie allemaal komen. 22 september, hè? 22 september is een grote opening. Ja. Bij Nino en Pierre Hermans. En dat is aan de. En dat is schuin tegenover. Ik weet niet. Ja, tegenover Olympia. De Graafseweg. Dat is Graafseweg. Graafseweg. Nou, dat weet iedereen wel. Ja, dankjewel. Gaat iedereen komen. Dankjewel dat je hier was. Ja, dank u. Ja, wat eigenlijk de aanleiding was van, ja, jullie hebben, het Vierdaagse komt eraan, hè, dat weten ze niet aan te ontkomen. Ja. Mm-hmm. En dat wordt voor jullie een hele hectische week met een mooie afsluiting op zondag hier in Boxmeer. Ja. Vierdaagse orkest, jij bent bestuurslid, heb ik begrepen, en je speelt? Trompet. En jij speelt? Trombone. Ja. Oké. Wat is het Vierdaagse orkest? Voor mensen die er niks van af weten. Het Vierdaagse Orkest is eigenlijk een orkest wat gebouwd is om de Vierdaagse. Ja. Daar spelen we 8 concerten in iets meer dan een week. Ja, in 8 dagen. In 8 dagen, ja. Ja. Precies. En dan repeteren we vanaf maart tot aan de Vierdaagse. En dan wordt er met zang, dans en orkest wordt er een hele show neergezet. Ja, want het is niet zomaar even een concert van een paar liedjes. Uit hoeveel man bestaat het orkest? 80 tot 100. Het orkest zelf zijn we met tussen de 60 en 70 mensen. En dan 10 man zanggroep. En dan nog 4 man dansgroep. En we hebben nog een ondersteunende functies van een man of 10 die meehelpen, meelopen en meebouwen de hele week. Ja, dus serieus clubje. Serieus clubje, ja. Ja. Maar dat is nooit met zo'n grote groep begonnen, neem ik aan. Want hoe lang bestaat het Vierdaagse Orkest, weten jullie dat? Vierdaagse Orkest is opgericht in 1986. Dus een kleine 32, 33 jaar. Ja.
opgericht als klein muziekorkestje om in Kuik, langs de route, waar eigenlijk helemaal niks te doen was, de route door Kuik wat op te fleuren. Omdat er helemaal geen muziek of geen activiteiten of geen evenementen uit waren destijds. En daar is het Vierdaagse Orkest mee begonnen. Ja. Samengeraapt met allemaal muzikanten die uit die omgeving. Tegenover de Posthoorn midden in het centrum van Kuik. Ja. En daar zijn in de 30 jaar daarna zijn de hele Vierdaagse feesten omheen gebouwd uiteindelijk. Dus jullie zijn eigenlijk het begin van wat nu in Kuik een hele week feesten is? Ja, ook van die 30 jaar zijn we 20 jaar nauw verbonden geweest, eigenlijk één club geweest. En een jaar of 15 jaar geleden zijn dat wel twee losse organisaties geworden, maar met een duidelijke link naar elkaar van... Ja. Onze oorsprong ligt bij elkaar. Ja, dus vandaar ook dat jullie de week, zou ik maar zeggen, beginnen in de Schouwburg in Kuik. Ja. Nog steeds. Traditioneel, de opening van de Vierdaagse Feesten in Kuik is het Rode Lopen Concert en wij doen dat nog steeds. Ja, ja. Maar je zei net dat jullie beginnen in maart te repeteren en dan krijg je in één week een explosie van allerlei optredens. Ja. Ja. En dan zakt het weer in als een plumpudding, of hoe werkt dat? Dan zijn we klaar. Dan zijn we klaar. Ja. Maar dan ben je dus... 3, 4, 5 maanden aan het repeteren voor 8 optredens. Ja. Ja. Is het dan niet logisch om te zeggen van, ja, weet je, we gaan een leuk theatertourtje door Nederland maken of zo, als het toch zo'n mooie show is? Ja, er is naast het Vierdaagse Orkest ook nog een soort van zusterorkest. Ja. Dat is het regioorkest. En die repeteren dan na de Vierdaagse tot aan januari. Ja. Februari geloof ik. En daar zijn dan ook nog een aantal concerten met dat orkest. Maar dat is een ander soort muziek ook, een ander soort opzet. Maar daar zitten jullie ook in? Ik wel. Jij niet? Ik niet, nee. Nee, maar het is ooit dus... het bestaat naast elkaar en ook met de ruien. We zijn gebouwd rondom de Vierdaagse. Ja. We hebben een hele intensieve week. Eigenlijk begint dat al een paar weken ervoor, wanneer we ons eerste proefconcert, ons try-outconcert hebben. Mm. En dat is een hele intensieve week waarbij je 8 concerten, 8 producties neerzet. Van 's ochtends vroeg beginnen ze met om 6 uur beginnen de eerste bouwers. En 's nachts om 1 uur is dat klaar. Dus het is een hele zware, intensieve week. Waarbij het ook niet, zoiets kun je ook niet over het jaar uitsmeren. Of dat is lastiger. Ja, ja. Ja. Want jullie beginnen in Kuik, je eindigt in Boksmeer. Tussendoor ligt Wiegen, Groesbeek, ja. Goffert. De Goffert. Ja, ik mis ongetwijfeld. Het Goffert Theater, niet het Goffert Stadion. Dus zo groot is het. Leg even verschillen tussen het Goffert Theater of het Goffert Stadion. In de Goffert. Het grote park ligt in een amfitheater waar je met 500.000 man publiek ook een concert kunt geven. Ah, oké, dus niet het concert zoals gisteravond met 50.000 mensen of zo? Nee, daar redden we net niet. We komen wel in de buurt. Ons concert in Kuik op de donderdag aan de kade wordt bezocht door bijna 5.000 mensen. Dus dat, ja, is best groot. En zeker als amateurmuzikant. Ik bedoel, het is fantastisch om als amateur voor zo'n groot publiek te kunnen spelen. En in 1 week heb je meer dan 10.000 mensen die voorbij komen, ja, die komen luisteren. Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk. Ja. Ja. Maar je zegt wel, je zijn amateurs, hobbyisten, je kunt er je brood niet mee verdienen met... Allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Het is van de 100 mensen die ik net noemde, zijn er 3 die ingehuurd zijn of betaalde kracht zijn. Dat is onder andere dan de dirigent, de zangcoach en het licht en geluid wat we inhuren. Ja, ja, precies. De rest is allemaal vrijwillig. En die worden dan betaald uit de opbrengsten van de kaartjes? Want ja, de kaartjes ook niet overal, hè? Er is ook maar een paar plaatsen dat entree wordt betaald. Ja, klopt. Nee, we zijn een stichting. We hebben geen, wij willen geen winst maken, we mogen geen winst maken. Nee. Maar we hebben onkosten. Zo'n week kost gigantisch veel geld. Ja. Ieder concert wat je al neerzet kost minimaal 5.000-6.000 euro. En dan heb je nog niet eens het voortraject, de repetitieruimtes, de dirigenten en al die andere zaken, nee, heb je daar. Want jullie moeten geluidsapparatuur inhuren, geluidsapparatuur, dat soort zaken? Ja, ja. Slagwerk, podium delen, bedenk het maar en we moeten het regelen. Ja. Maar we hebben geen winst op werk, we hebben ook een doel om gratis concerten te geven. Dus wij doen dat, de concerten die wij in opdracht doen van bijvoorbeeld een gemeente of tijdens de Vierdaagse in Kuik, die worden betaald, die zijn kosteloos toegankelijk. En ja, bij andere concerten, bijvoorbeeld de Goffert, is een concert waar we volledig zelf organiseren, omdat wij vinden als orkest dat we ook in Nijmegen optreden moeten verzorgen, ook al komen wij van origine uit Kuik. Nijmegen is de Vierdaagse, dus daar willen we graag optreden. Ja, op een eer dus natuurlijk. Daarom, om daaruit de kosten te komen, vragen we een kleine entree van 5 euro. Ja. En in Boksmeer doen we dan een samenwerking
met de douaniëren. En ook daar willen we dat kostenneutraal doen. En vragen we een kleine bijdrage voor de mensen, zodat we dat concert mogelijk kunnen maken. Ja, nou is zo'n week lijkt mij ongelooflijk intensief. Terwijl het spelen met elkaar en het repeteren met elkaar is natuurlijk gigantisch leuk. Maar je staat wel voor mensen die lekker aan een biertje staan, een beetje mee staan te dansen. Of er dwars doorheen staan te kletsen de hele avond. Zou je niet ook liever gewoon een biertje drinken tijdens het vierdaagse feesten? Of komt dat er toch wel stiekem van? Ja, dat komt er wel daarna nog een beetje bij. En, dat is een klein deel van het orkest wat dan op een camping samen zit. Ja, dan wordt er ook gewoon de hele week sofa vakantie gevierd. En... Ja, dus als jullie kuik klaar zijn, is het in de bus naar de camping en dan... Ja, precies. Ja. Dan zitten we met een man of 30, denk ik. Kampvuurtje erbij. Ja. Ook leuk natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is een hele andere manier van vierdaagse vieren dan heel veel andere mensen doen. Ja. We gaan wel alle plaatsen af. Dus we hebben de dag van Groesbeek, hebben de dag van Wiegen. Alleen, wij doen het de avond ervoor. Dus de avond voor de dag van Wiegen zitten wij in Wiegen op de markt. De avond voor de dag van Groesbeek zitten wij in Groesbeek op het Dorpsplein. Ja. Donderdag voor de dag van Kuik op de Maaskade. En dan hebben we als toetje nog de zaterdag en de zondag na de vierdaagse, waarmee we dan echt afsluiten in Boxmeer. Waarbij iedereen die dan nog iets heeft van, we willen nog een keer komen luisteren. En iedereen die de vierdaagse loopt, die dat niet tijdens die week kan, die kunnen dan op zondag of eventueel op de zaterdag naar ons komen luisteren. Ja. Dan is die vol in Boxmeer, hoe is die er belangrijk? Ja. Dat is toch ook een man of 500 die daarop afkomt. Ja, toch ook wel. Ja. En dan, wat ik straks al zei, daarna dan stort het in. Ja. En dan jullie maar ook de hele organisatie. Ja. En dan hebben we 3 weken vakantie en dan gaan wij als bestuur in augustus weer verder voor het volgend jaar. Ja, want verder, dat bedoel je nieuwe liedjes uitzoeken, nieuwe dat soort dingen? Of doe je gewoon niet hetzelfde, weten ze toch niet meer? Ja, dat zou je denken, maar zo werkt het niet helemaal. Maar op zo'n avond brengen we toch zo'n 30 verschillende nummers ten gehore en dat vereist weer de juiste stukken uitzoeken. Het moet weer iets anders zijn. Eigenlijk moet het ieder jaar beter worden. Ja. En het wordt niet ieder jaar beter als je ieder jaar hetzelfde doet. Nee, kan ik me zo voorstellen. Ja, precies. Hoe zijn jullie in de muziek terechtgekomen? Ik bedoel, de een gaat voetballen, de ander gaat trompet spelen? Of, Ja, bij mij zat het al in de familie. Dus mijn vader en moeder die maakten muziek en mijn zussen zijn ook bij een harmonie gegaan, toen ben ik er achteraan gegaan en met plezier. Ja. Ik doe het nu vanaf mijn 10e, dus 15 jaar. En zo ben ik er een beetje ingerold. En dan ga je vanuit de harmonie, waar je dan ook een trombone krijgt en les krijgt, bouw je dan een beetje uit. En dan ga je dus verder kijken naar andere dingetjes. En zo ben ik ook een beetje bij het vierdaagse orkest gekomen. Ja, want jij zit nog steeds in de harmonie? Ja, ik zit zelf in Venlo in de harmonie. Ik kom niet uit deze regio zelf. Maar, had ik al gehoord, geloof ik. Ja, daar zit ik nog steeds bij, inderdaad. En eigenlijk ben ik ook via de dirigent van dat orkest, dus ook de dirigent van het Vierdaagse Orkest. En zo heeft hij mij vorig jaar als invaller gevraagd. En okay. Dat vond ik zo enorm fantastisch. Je was goed genoeg dat je dit jaar terug mag komen. Ja, precies. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, precies. Ja. En hoe ben jij bij de muziek terechtgekomen? Ja, een beetje wat je zei. De ene gaat voetballen, die andere gaat op blokfluitles. Daar was ik er één van. En dan heb je overleefd blokfluitles? Dat heb ik overleefd. En toen kreeg ik een trompetje in mijn hand. En toen heb ik dat overleefd. En toen ben ik inderdaad bij de vereniging terechtgekomen waar ik nog steeds bij zit, in Stunnis. En van daaruit, je wordt eens een keer gevraagd, komt een keer ergens terecht. Bij het Vierdaagse Orkest gerold, alweer, ik denk 15 jaar geleden. En daar een paar jaar later ook in het bestuur gerold. En dat doe ik nu ook al bijna 12 jaar. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. En op een gegeven moment, het is een fantastische club. Mensen zeggen, het is een vrij hechte club. De meeste mensen die erin zitten er ook al een stuk langer. Mm-hmm. Dus het is ieder jaar weer een feestje om dat te mogen doen. En om daar met z'n allen weer iets leuks van te maken. Ja. Want hoe zit dat bij de muziek? Hè? Je hoort heel vaak bij de harmonie bijvoorbeeld, of fanfares, dat het vergrijst, het wordt ouder en er is geen nieuwe aanwas. Maar ja, jullie zijn nog jong, zou ik maar zeggen, ten opzichte van de gemiddelde leeftijd, denk ik. Sowieso wel in de club zie je dat. Hoe zit dat met de aanbod bij de harmonie in Venlo? Ja, die al jeugd? Ja, heel veel jeugd, ja. We hebben ook gewoon een jeugdharmonie erbij. Dus die worden allemaal ook vanaf het begin dat ze een instrument krijgen, worden ze gewoon opgeleid om ook mee te kunnen doen in een orkest. En zodoende is er dus een jeugdharmonie en die groeien dan allemaal langzaam door. En dat zijn best veel jeugd, moet ik zeggen. Ja, precies, toch wel. Als je nou nog zegt van we met Vierdaagse Orkest zouden we één keer iets heel erg moois willen doen, wat zou het moeten zijn?
de wens is en blijft nog steeds dat wij ook echt onderdeel worden van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Hmm. Dus dat we ook naar Nijmegen kunnen en dat we daar een groot concert op een groot podium kunnen geven. Waarvan wij ook denken dat we dat heel goed kunnen. Ja, groot podium. Groot podium in de Goffert, in het stadion dan. Dat zou nog mooier zijn. Ja, er kunnen wat meer mensen in. Dus, ja. Ja. Of één keer de Ziggo Dome vol. Ook goed. Oh, ja, gaan we voor. Ja, daar gaan we voor. Eerst dit jaar maar. Ja, ik wens jullie heel veel succes en ook heel veel plezier met z'n allen, want het is toch wel heel erg leuk. Ja, ja. Voor iedereen die wil komen, onze website vierdaagsekerst.nl staat alles op. Kun je kaartjes bestellen voor de Goffert en voor het concert in de Schouwburg in Kuik. Ja, en voor hier of niet? Boxmeer doen ging voor kaartverkoop vooraf, maar bij de kassa gewoon de entree en je kunt naar binnen. Kom vooral luisteren, hartstikke leuk. Ja, bij deze, allemaal uitgenodigd. Dankjewel voor jullie komst. Yes. We hebben het hier al heel vaak gehad over de Schouwburg in Kuik, over het Weijertheater, maar eigenlijk nooit over de Steenakker. Kijk, als ik mensen vraag op straat van Keen de Schouwburg in Kuik, zeggen iedereen ja, natuurlijk. Maar als ik vraag, kennen ze de Steenakker in Haps? Ja. Zouden ze het kennen? Dan kunnen we misschien hier een testje doen. Wie kent de Steenakker? Ah, jawel. Kijk, dat is mooi, hè? Nou, ja. Hoe ver zitten we ongeveer? 40% misschien van de zaal? Ja, zoiets. Zou zo kunnen. Ja, nou, valt mee, hè? Valt mee, hè? Valt mee. Want de Steenakker en Haps, het is volgens mij een van de kleinste theatertjes van Nederland, toch? Ja, er zijn wel meer van dit soort kleine dingetjes. Ja. Ook wel in boerderijen, maar ze zijn meestal op een 2 handen te tellen. Ja, want hoeveel kunnen er bij jullie in de zaal? 70. 70 mensen. 70 ja, en dan zeg ik in de zaal, dan moet ik zeggen op zolder, hè? Ja, op zolder. Op de voormalige horizonten van de boerderij. Ja, precies. En hoe draait dat, zo'n klein theater? Moet je dan in je eentje alles zelf doen? Ja. Het licht, het geluid, de stoelen klaarzetten? En, ja. Bedoel, dat moet hier al bijna, maar dat moet bij jullie nog erger zijn. Nog veel erger. Nog veel erger. Ja, dat is echt, je moet alles zelf doen. We doen het zonder subsidie, dus we doen het met eigen middelen. Dat houdt wel in dat je zelf dus multitasking alles zelf moet kunnen. Ja. Anders gaat het niet. Ja, dat is wel jammer, zonder subsidie. Want als je ziet wat er naar de Schouwburg in Kuik gaat... Nou, dat heeft de Schouwburg ook heel hard nodig. Dat is heel goed dat ze dat krijgen. Ja, maar ik zou zeggen, doen jullie 10% en je bent helemaal happy. Nou, ik laat één ding, dat wordt wel eens vaker tegen ons gezegd. Dit. En wij vinden dat soms niet zo leuk, omdat ze dat horen. Nee, vertel waarom. Zo'n klein theatertje kan alleen bestaan als er ook schouwburgen zijn. Ja. Want ik denk niet dat ik mooie... Ja, ik kan niet mooie artiesten boeken als die niet een podium hebben waar ze ook geld kunnen verdienen. En dat doen ze ook wel bij ons, maar dat is een andere orde dan een schouwburg. En daar hebben ze hard nodig, want anders komen ze geen stap verder. Mm-hmm. Dus alsjeblieft, blijf die schouwburgers subsidiëren. Ja. Want dan kunnen er ook nog eens kleine leuke dingetjes naast. Die soms artiesten ook erg bijzonder vinden om te doen. Maar dat hebben ze wel nodig in de balans van ook die andere podia. Want ik kan me voorstellen, als een artiest immer gewend is aan een zaal met 700 mensen... Ja. Dat een zaaltje met 10% ervan, met 70 mensen, al heel anders is. Ja, en dat vinden ze soms bijzonder leuk. En dan komen ze zelfs internationaal, grote artiesten... Die echt voor 60.000 mensen staan, groot podium. Denk ik, oh wat leuk om een keer weer eens tussen de mensen zelf te zitten met 70 stoeltjes. En dan zeggen ze, let's make friends, zeggen ze dan tegen het publiek. Dat vinden ze dan zo leuk. Ja. Om te voelen van, ik heb contact met jullie. Ja. Dan zeggen ze, ik zie anders nooit iemand, ik zie alleen maar een zwart gat. Ja. En al backstage, en voor de rest zie ik niks. Ja, dus die vinden dat echt leuk. De interactie is veel groter dan in een groot theater. Ja, precies. Ja, hoe lang staan jullie al? Of nee, laat ik het anders zeggen. Ja. Hoe ben je ooit begonnen met zo'n theater? Ja, dat is dan wat de gek graag wil. Ja. Dat zijn wij dus. Want dat doe je echt alleen als je daar een hele grote passie zelf voor hebt. Anders ga je hier niet aan beginnen. Nee. Want dit doe je niet om geld te verdienen, want dat lukt niet. Niet als je ook geen middelen hebt. Dus je doet dit omdat je dat zelf heel leuk vindt. Wij komen alle twee, mijn man en ik, uit het theatervak. Dus daar zat al een passie. Ik heb dezelfde opleiding gedaan als... Als Gerry. Gerry? Ja. Theatext toch? Heb jij geen Theatext gedaan? Theatext. Theatext. Ja, Theatext. Ja. Oh, dat is textielopleiding. Theatext. Theatext. Hij wist het net niet, ik zei gelijk Theatext. Ja. Theatext is een lerarenopleiding in creatieve vakken, tekenen, handvaardigheid en textiele werkvorm was het toen. Mensen die erop gezeten hebben, je leert één ding heel goed en dat is zeker al creatief zijn. Ja. En ook ondernemen, zeg maar. Ook creatief dus ondernemen. Ik voel dat bij hem. Ja. En ik heb dat zelf ook. Dus het kriebelt op veel vlakken. Dat leer je eigenlijk op zo'n opleiding, omdat je eigenlijk multifunctioneel wordt opgeleid. Ja.
Dus dat zat er bij mij al in. En mijn man die zit in het theatervak. Die is daar begonnen als acteur, een regisseur. Ja. Die heeft in Schouwburg Nijmegen vaak grote producties neergezet met amateurs. Maar die zit met management ingerold. En is daar heel verdienstelijk in. Maar toen we die boerderijen kochten, dat is in 2000 was dat. En we zagen al die mogelijkheden die boerderij had. En ik dacht, een atelier wil ik graag. Nou, geen probleem. Mijn man sleutelde toen graag een auto's, geen probleem. Maar toen bleef er nog heel veel ruimte over. En zeiden, wat doen we met al die ruimtes? Ja. Nou, onder andere de hooizolder. En dat was echt een mega ding, want er stond niks in. En ik dacht echt van, nou, dat is nog eens een zaal dit. Ja. Nou, toen kwamen er als dingen voorbij van, god, je zou iets bij een breakfast achter of een congrescentrum of iets anders. Maar we keken elkaar daarna en zeiden, ja, zou ik kunnen doen, maar waarom? En op een gegeven moment kon ik mijn oude droom van mijn man herinneren. Die had me een keer verteld, wat zou het nou leuk zijn ooit om in je eigen huis een theatertje te hebben. En ik keek hem aan, toen zei ik hem dat, weet je die nog? En toen, nou, vanaf dat moment wisten we alle twee wat we wilden. En dan was dit gaan maken. En ze hebben 7 stoelen gekocht? Dus we zijn heel klein begonnen natuurlijk. We hebben eerst die boerderij helemaal opgeknapt. Dus we hebben eerst het dak helemaal vervangen. Want dat, ja, daar keek je door de panden door naar buiten. Dus dat is niet zo handig voor een theater. Toen hebben we ook bedacht dat de vloer vervangen moest worden. Want er lag wel een vloer in. Maar als je ook met een grote club er misschien ooit op willen dansen en wat dan ook. Toen dacht ik, nou, misschien toch niet zo heel handig. Zo vliegen lager. Ja. Dus toch met de balken eruit en nieuw. En daar zijn we een aantal jaar mee bezig geweest. En toen zijn we inderdaad klein begonnen met wat kuipstoeltjes en mensen die kwamen dingen brengen. Degene die ons hielp met het verbouwen, die zei, nou, ik heb nog wat stijgpijpen liggen. Kun je daar iets mee? Nou, daar heb ik het grid van gemaakt, waar de lampen in hangen. Hangen er nog steeds. En omdat we ook in die wereld zitten, is het wel wat handig. Want je krijgt soms alweer eens tips en aanbiedingen. Ja. Dan houdt één theater op, omdat hij geen subsidie meer krijgt. En dan blijven die lampen hangen. En dan weten ze niet zo goed wat ze ermee moeten. En dan is mijn man er ergens in de buurt. Die zegt van, nou, ik weet nog wel een bestemming. Dus zo hebben wij eigenlijk die dingen bij elkaar gebracht. En inmiddels is dat helemaal professioneel geoutilleerd. Dus we hebben een heel goed geluid. Wordt ook vaak geroemd. Ook door de professionele muzikanten. Die zeggen, oh god, dat geluid is prachtig hier. We hebben een goede vleugel. Dus dat is de erfenis van mijn partners moeder. Haar erfenisje hebben we de vleugel van gekocht. Want we voelden wel, je moet een goede vleugel hebben. Want anders krijg je geen goede pianist in huis. Nee. Die wil dat niet. En een of andere, we hadden wel een elektrische piano. Maar dat vinden ze dan niet fijn. Nou, daar hebben we succesievelijk in geïnvesteerd. En toen hebben we ook betere stoelen gekocht. Nou ja, uiteindelijk zit eigenlijk alles erop en eraan. Beneden is een foyer. Dat was vroeger de paardenstal. En de werktuigen stonden daar. Daar kun je nu lekkere drankjes drinken. En nou ja, we doen ook leuke dingen met wat lekkers erbij en zo. Ja. Nou ja. Wat voor soort artiesten komen bij jullie? We zijn begin begonnen eigenlijk met wel te denken van we willen mooie kwaliteit. En dingen die wij mooi vinden ook. En met ons ook denken wij mensen die in onze kring zitten in eerste instantie en ook erbuiten. Dus we willen bijzondere dingen. En om dat voor elkaar te krijgen, ja, dan moet je wel even een lange adem hebben. Dat gaat niet zomaar. Maar je begint ergens. En ik ben wel hoog begonnen. En in het begin hebben we wat hulp gehad. De Schouwburg Kerk heeft toen geholpen met de cabaretprogrammering. Die was toen gesloten voor die grote verbouwing. Ja. En voor het Sjoerd Fijn om dat te doen. Dus die heeft geholpen met de eerste 2 jaar. Heeft in hand geholpen met om dat op te zetten. En in datzelfde jaar vond ik Chris Tangelder in de krant van Bruno Paan Podium. Die ging daar weg. Dus ik heb Chris toen gebeld. Zo van, nou, wij zijn opnieuw met iets bezig. Heb je misschien interesse om met ons een beetje mee te denken? Nou, dan had hij wel. Ja. Dus we hebben met die 2 poten, en kun je al gelijk een beetje goed in de markt beginnen. Dat scheelt wel, de contacten die je dan hebt. Ja. Ja. En dat hebben we 2 jaar gedaan. En toen was het wel tijd om hetzelfde te gaan doen. Ja, en dan was het van, ja, Alice, ga jij dat maar doen dan. Maar ik had nog nooit geprogrammeerd. Dus ik had zoiets van, wat is dat en hoe moet dat dan? Maar ik moet zeggen, ik doe het nu... Hoe lang zijn we nu bezig? 5 jaar met professionele programmering. Het zit nu met het derde jaar net gehad. Nou, het gaat als een tierenleertje, moet ik zeggen. Ja, ja. Het gaat echt leuk. Ja, want de folder met het programma voor het jaar, die moet nog gedrukt worden. Hè? Dus, ja, hij ligt hier als proefdruk. Met de proefdruk bij je. De proefdruk heb ik bij me, maar daar heb ik niet zo heel veel aan. Maar het is wel een mooi programma weer met 12 artiesten.
En nou ja, er zitten een paar toppers tussen, waar ik echt heel erg bijzonder blij mee ben dat het gelukt is. Noem eens een paar namen van toppers, want ik ben een leek. Nou, het zit in de jazz dit komend jaar, een beetje een accent. Ik heb Michiel Borslap heb ik weten te contracteren. Die is echt, die is internationaal een hele grote ook. Dus behoort echt bij de Nederlandse toppen in de jazz. Toen René het hoorde, de journalist van jullie, hoe kom je nou toch aan Michiel Borslap? Je werd er helemaal nieuwsgierig van. Maar Michiel heeft thuis zelf een klein zaaltje, dat noemt hij de Velvet Room. Een soort klein theaterzaaltje, maar er staat alleen een vleugel in en een cirkel met wat stoeltjes. Er kunnen 35 mensen zitten. En toen zei René, want hij is erg fan van Michiel Borslap, weet je wat zo'n stoeltje kost? Bij Michiel, thuis. Dus ik, nee, dat heeft hij mij niet verteld. Ja, zei, het kost €55. En zei, wat kost het bij jou? Toen keek ze zo. Ja, wat staat hier nou? 17,50. Ja. En dan zegt René natuurlijk, ja, hoe kan dat? Ja. Nou ja, dat is dan het geheim van de kok, zeg ik dan. Het geheim van de steenakker, hoe dat kan. Dat is dus doorbouwen op contacten. Ja. Zorgen tot je dus alles goed geregeld hebt. En dan vinden dit soort artiesten vinden het ook leuk om weer eens ergens anders te staan. En ze hebben dat schijnbaar dan ook van elkaar een keer gehoord. Ja, want zo werkt het wel. Ja, hè? In dat circuitje. Een beetje naam hebben in het circuit en zeggen, nou, haps, dan moet je een keer naartoe. Ja, precies. Of ze zien het op Facebook en denken ze, daar heb ik al een keer eerder van gehoord. En die is er ook al geweest. Het schijnt heel bijzonder te zijn. Nou ja, dan bouw je door. Ja. En in diezelfde lijn vond ik ook Jori Honing. En die wil ook graag. En Jori hoort ook echt, als het is een saxofonist, een hele mooie saxofonist, met hele mooie omvloers geluid heeft hij. Nou, die vond het ook leuk. Ja. Dus nou, die heb ik ook weten binnen te halen. Ja, lekker. Water. Dus dat zijn goed, twee hele mooie. Heb ik me laten vertellen, ik heb me er nog niet in verdiept, maar ik heb me laten verteld door René, onze muziekcorrespondent, dat jullie echt een ambitieus programma hebben voor het komend seizoen. Ja, hij noemt dat ambitieus. Ik vind dat zelf een raar woord in deze, want ik heb zelf niet een ambitie. Ik wil mooie kwaliteit neerzetten, mooie concerten. Ja. Of dat ambitieus is, maar... niveau op kennen. Ja, hij zal dan dat is dan aan het publiek doen. Ja. Ja. Omdat... Maar goed, je vertelde me voor Nieuwscafé ook nog... Jullie hebben komende zondag nog een... Ja. De afsluitende van het seizoen, denk ik zo'n beetje? Ja, het is eigenlijk een soort opmaatje steeds, want deze heb ik bijgeboekt. We doen voor dit jaar mee aan een jazz tour aan de Maas. Dat is vorig jaar voor het eerst een editie geweest. Het was een groot succes. En ik kreeg contact met de organisatie van jazz tour aan de Maas. En die zeiden van, ja, die steenakker, die zouden we daar wel graag bij willen hebben. Maar ja, het ligt niet aan de Maas. Ik zeg, nee, het ligt Ropaan dan wel aan de Maas. Want het is het hoofdpodium van jazz tour. Ja. En daar zijn ze over nagedacht. Ze vonden het zo leuk. Ze hebben dus een nieuwe route. Er zijn er nou twee dit jaar. Een nieuwe route erbij ontwikkeld. En die begint in de Steenakkers morgens om 10:50. Dan heb je mini-concertjes van 30 minuten. En dan kun je weer gaan fietsen, want dat is de bedoeling. Je gaat fietsen door het Land van Kuik. En dan ga je naar Sint Agatha. En dan doet La Tertulia doet daar mee. En die heeft daar dan een jazzconcertje. Fiets je weer door, dan kom je Ropaan uit. Ja, dat is een mooie... Mooie route om te doen. Mooie route. Nou, daar had ik dus contact mee. En die vonden het leuk ook om... degenen die dat organiseren... Die zitten in een tokar. Dat is een orkest. Een tango, Latin jazz orkest. Die wilden ook nog graag wel een keer bij ons dan spelen. Als een soort opmaatje. Mm-hmm. En daar kwam dit aanstaand zondag concert uit voort. En ze hebben contacten met Iseline Callister. En Iseline Callister is een fantastische zangeres. Die zit internationaal, zit hij ook in de hogere regionen. Dus komt uit Curaçao. Antilliaans Curaçao. Ja. Dus we krijgen een hele mooie sfeer zondag. Ja. En dat is als opmaatje ook naar jazz toe aan de Maas. Ja, maar dan zeg ik zondag. Het wordt morgen voor de mensen van Omroep Land van Kuik. Die kunnen de zondag, dit is afgelopen zondag. Maar voor ons komende zondag. Het wordt morgen 35 graden. Ja. En dan zit zondag. Je dan, en zondag? En dan zondag ook 30 of zo. Oh, ja. En dan zit je er op die zolder. Ja. Dat overleef je toch niet? Nou, weet. Als je hele mooie muziek hoort dan, en met tango, Latin en jazz, dan hoort toch een mooi warm temperatuurtje bij. Maar goed, wij zijn wel bezig natuurlijk om te kijken van hoe doen we dat. Want het is wel goed geïsoleerd, maar als de warmte binnen zit en het is goed geïsoleerd, blijft die warmte ook zitten. Dus ik heb vandaag net een doos met waaiers binnengekregen. Dus het publiek krijgt een waaiertje. Een heel mooi Spaans waaiertje. Echt leuk. Ja. Dus dat hebben we. We zetten water neer. Ik heb al met de muzikanten even contact gehad. En gezegd van, als het echt warm is, moet je misschien een paar wat kleinere setjes maken. Dat je tussendoor even weer naar buiten kan. Ja.
We hebben een zwembad in de tuin. Dat is niet bedoeld om een zwemfeestje te maken. Maar ze kunnen misschien wel even de voeten koelen. Als het erg warm is. Niet in de pauze, maar ze met z'n allen het zwembad. Nou, dan wordt het wordt wel erg. Het is een Caribisch feestje, maar of dat erbij hoort, weet ik niet. Nee. Maar we doen wel een mooi terras. En er is veel schaduw in onze tuin. En er zijn hapjes. Een beetje een Caribische sfeer. En we hebben drankjes met vruchten natuurlijk. Ja. En je kunt er een shotje in doen. Nou ja, we maken er gewoon een mooi feestje van. Ja. En dan is die temperatuur toch gewoon alleen maar lekker. Ja. Zijn er nog kaartjes? Er zijn nog kaartjes. Niet meer zo heel veel. Maar als je wil, dan kijk eventjes op onze site. www.desteenakker.nl. Ik zeg altijd, onthoud de naam De Steenakker. Je vindt hem altijd op internet. Ja. En dan kun je eventjes kijken op de site. Je kunt op de site online kaartjes kopen. Ja. Online en vorige week komt de folder uit. Dus leuk dat je hier was om te vertellen over het... Oké, zou ik nog iets mogen vertellen? Je mag iets vertellen, absoluut. Ja, we zijn er nou toch, dus ga je gang. Ik heb net die twee mooie genoemd, maar er is nog wel meer op dat lijstje. Want ik denk van, nou, deze is ook nog wel leuk om te noemen. Maria Emilia is een fado-zangeres. Komt uit Portugal, maar ze komt eigenlijk uit Brazilië. Maar ze woont al heel lang in Portugal. Die kwam ik tegen op een groot impresariaat internationaal. En ik was eigenlijk op zoek naar iemand anders die ik graag wilde. En soms bel ik en soms stuur ik een leuk mailtje. En dat schijnbaar doe ik dat dan aardig. Want ik krijg altijd leuke reacties, of bijna altijd leuke reacties terug. Van zo'n groot impresariaat. God, wat een ontzettend leuk initiatief. Maar deze die ik noemde, die wil dit niet. Helaas, jammer. Maar ik heb misschien wel een ander. En toen is hij gaan nadenken. En ik kwam met Maria Emilia. Maria Emilia is, dat is een jonge vrouw nog, begin 20, denk ik. Maar die hoort nu al bij de top van de internationale fado. Mm-hmm. Ze komt voor 4 concerten naar Nederland. Dan begint ze in de concertgebouw in Eindhoven. Gaat ze naar Tivoli Vredenburg. Dan gaat ze naar de Steenakker Haps op een middag voorstellen. Mooi rijtje. En dan sluit ze af in de Doelen in Rotterdam. Mooi, mooi. Ja, en dan, nog eentje dan. Want je snapt wel dat ik dan zo zit, hè? Ja, precies. Nog één voor volgend seizoen, want anders moet Pierre daar heel kort gaan houden. Oh, oké, goed. Ik heb ook Marcel de Groot. Dan zegt iedereen natuurlijk de zoon van. Ja. Maar wel een prachtige zinger-songwriter. Mark Del Ferro is leuk. Die komt met prachtige beelden van een... fotograaf van National Geographic. Allemaal beelden over water, verstilde beelden in slow motion met licht. En hij sluit zijn concerten op aan met piano en een trompet. Het is een beetje een soort minimalistische muziek. Mm-hmm. En een beetje bezinning, zeg maar. Ja. Bijzonder ook. Ja. En misschien Rob Schepers hebben we, die staat hier ook, maar die hebben wij ook hoor. Komt ook een app, zie je? Kijk wat je weer doet. Ik ga je heel veel succes wensen het komende seizoen. Vond het leuk dat je er was. Ja, dankjewel voor die tijd hier. Leuk. Het was gezellig en leuk om te horen. Okay. En voor de mensen die het nog niet weten, weten ze het nu. Precies. Ja. Nou, mooi. Dankjewel. Ik heb met Pierre afgesproken dat hij na het optreden van vorige keer over woningen, dat hij zijn jasje aan zou houden. Maar ja, dat is met dit weer niet nodig. Dus, komt helemaal goed, Pierre. Ik had het nog even geappt. Ja, precies. Ik moet eerst even gaan het overdaags naar de tour hebben. En meestal bereid ik een gesprek wel voor. Dan weet ik ongeveer waar het over gaan hebben. Maar ik denk, dit is absoluut niet zinvol deze keer. Dus laten we maar gewoon zien waar we uitkomen. Wij doen het ook nooit. Uitlopen gaan we toch vandaag. Dus daags naar de tour en een boek over daags naar de tour. Laten we met het boek beginnen, Henk. Of corrigeer me. Ja, ja. Want ik heb het niet voorbereid. Dat hoor ik. Ja. Nee, het is... het boek gaat niet over daags naar de tour. Nee. Het is wel een boek over fietsen. Ja. Over de fiets eigenlijk. Het heeft zijdelings met daags naar de tour te maken. Omdat we in het weekend van daags naar de tour, tenminste het weekend ervoor, wordt het gepresenteerd. Okay. En dat staat ook wel redelijk in het licht van daags naar de tour. Dus dat is eigenlijk de hele verbinding. Maar daar hebben we het ook eigenlijk mee gehad. Het gaat over fietsen, punt. Ja, precies. Ja. Want in november heb ik ook hier gezeten. Toen heb ik dus aangekondigd, of de mensen verteld van dat er plannen zijn voor een boek met als thema de fiets. Ja.
Het thema was verzonnen door John Verraai, hier ook aanwezig. En het, de Kneep, het taalcollectief De Kneep, Landverkuik Maasduinen, heeft dat plan opgepakt. En nu zijn we 7 maanden later en nu ligt het boek bij de drukker. Okay. In ieder geval, er komt een boek van ruim 200 bladzijden. Een boek in 2 delen. En er werken ongeveer, ik denk, een schrijver of 50, 45 of 50. Die hebben dus de verhalen, de gedichten en ook enkele liedjes, teksten van, die hebben ze geschreven. Die hebben we gebundeld. En dat is deel 1 van het boek. Ja, ja. Want het was de bedoeling, als ik me goed kan herinneren, dat het regionale schrijvers zouden zijn. Ja, het zijn allemaal regionale schrijvers van professionals. Enkele journalisten, sommigen die dus al regelmatig boeken schrijven. Maar ook sommigen die dus nog nooit een verhaal hebben geschreven. Tenminste, niet voor een boek hebben we erin opgenomen. Dus het is een mix van het is een heel kleurrijke mix. Van dichters, ze komen uit Maasduinen, uit alle 8 gemeentes eigenlijk zijn ze afkomstig. Dus ja, de redactie heeft er wel heel wat werk aan gehad, moet ik zeggen. Ja. Want je krijgt van alles op je bordje en ja, daar moet je maar dan iets van zien te maken. Dat is ook van alles, er zijn veel contacten geweest met de schrijvers van, misschien dat veranderd kan worden. Zo, dat is allemaal prima opgepakt en zo. Ja. Met als resultaat dat er dus 26 juli een boek wordt gepresenteerd tijdens het Wielercafé hier bij de Weijer. Ja. Ik zei al van het bestaat uit... Ga gewoon. Het bestaat uit 2 delen, het boek. Dus het eerste deel heb ik net beschreven. Het tweede deel bestaat uit stukken 14 verhalen van oud-renners uit de regio. En... dat zijn dus de 8 profrenners die de regio heeft geteld. Noem ze op. Dat zijn de gebroeders van Katwijk, de 3 gebroeders van Katwijk. Dat scheelt. Oplo, ja. Matje Gerrits uit Oplo, Wilde Vlam uit Boksmeer, Twan Poels uit Oefeld. Dan hebben we aan de kant van Maasduinen Jaap Kersten, die inmiddels aan eind in de 80 is, uit Siebengewald. En de jongste prof die we ooit hebben gehad in Nederland, 17 jaar was hij toen die prof werd, dat is Harry van den Kamp uit Gennep. Ja. En ze leven nog allemaal, dus, en we hopen dus ook dat ze dus ook allemaal op de presentatie aanwezig zijn. Ze worden allemaal uitgenodigd. Er worden nog een paar amateurs, goede amateurs, die hebben dus ook nog geïnterviewd. Tenminste, dat hebben dus verschillende schrijvers gedaan. Dat is onder andere Henk Botterhuis, Ron Paffe uit Milsbeek, Ben Pauwels uit Kuik, Jan Adriaans uit Haps. Zulke mensen allemaal, die worden ook keurig beschreven. Ook wordt Jan van Boksel uit Mil krijgt een plek in het boek. Jan is jammerlijk genoeg verongelukt op de fiets tijdens een training. Hij was een trainer voor het wereldkampioenschap voor 80-jarigen in St. Johan, enkele jaren terug. Nou, dat heeft hij dus niet meer mee mogen maken. Hij werd op zijn 79-jarige leeftijd werd hij geschept ik dacht in de buurt van Nijmegen en hij overleed zo ongeveer ter plekke daar. Ja. 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 Maar we hebben dus een keur. En wat bijzonder is aan Jan van Boksel, hij was eerst profvoetballer bij NEC. Ja. Dus dat verhaal staat er ook in. Ja, ja, precies. Maar goed, het is wel een mooi naastig werk met alle renners van enige betekenis uit de regio van de afgelopen zeker, jaren. Zeker. Ja. En er staan trouwens ook een paar fantastische foto's bij, die renners dan. Dat is echt een collectors item. Ja. Wordt het. Ja. Wordt nou gedrukt? Hoeveel exemplaren? We gaan er volgens mij 500 drukken. De uitgeverij, Boksmeerse uitgeverij Reinaar. Daarachter schuilt Geurt Fransen uit Boksmeer. Die geeft het boek uit. Dat wordt op een keurige manier verzorgd. Daar zijn we nu al van overtuigd. Hij heeft trouwens ook het eerste kneeboek uitgegeven. Dat was Schrijven als eerste natuur. Vorig jaar heeft hij ook keurig verzorgd. En het boek is al te bestellen via deknepen.nl. En het kost €15. En ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee. En natuurlijk, u bent welkom op de presentatie van 26 juli. Ja, want dat is het Wielercafé, hè? Dat is ook hier. Ja, het Wielercafé is ook hier, want het Wielercafé, om daar even kort over te hebben. Daar gebeurt meer dan alleen de presentatie van jullie boek.
Ja, goed, ik ga dus eigenlijk alleen over de boek, maar ik wil best wat reclame maken voor de Wielercafé. Ja, dat afgesproken. Graag zelfs. Als het goed is, gaat Wim Daniels het presenteren, het hele Wielercafé, dus ook de presentatie van het boek. Ja. Maar dat is nog niet helemaal in kan en kruiken, maar we gaan er wel vanuit. Hij heeft dus ook een tafel met renners. Gaat hij dus ondervragen, zoals hier dus gebeurt. Ja. Daar zit onder andere Leo van Vliet zit aan tafel. Dat is dus de directeur van de Amsterdam Gold Race. Zelf een oud profielrenner. Wilde Vlam uit Boksmeer schuift aan. Wilde heeft altijd leuke anekdotes. Ja. En we zijn nog naast op zoek naar een vrouw. En die zit er aan te komen, maar dat is nog niet zo. Dat weet ze nog niet. Nee, weet ze nog niet. Nee. Maar wij wel. Ja, precies. Pierre, het Wielercafé worden gaan ze het uiteraard ook overdaags naar de Tour hebben. Ja. En als we het overdaags naar de Tour hadden, komen bij jou. Ja. En als de vraag die jou al gesteld wordt, het is nou nog heel erg vroeg, wie gaat er allemaal komen? Van de vrouwen, voorheen zei ik dames, maar Henk die zit als comité-lid bij onze vergaderingen met het bestuur. Dames en heren. Ja, beoogt nieuwe voorzitter Henk, maar dat hoort hij nu ook pas. Dat weet je ook nog niet. Als ik hem zo hoor spreken. Nee, dat weet hij ook niet, maar dit is een middag van verrassingen. En ja, wij hadden eigenlijk gevraagd welke dames wilden komen. Ze willen gewoon allemaal graag naar Boksmeer komen. Dus nou ja, dat vinden wij wel een compliment. Zou eigenlijk niet kunnen. Maar ja, we hebben wat gesleuteld met de financiën. En uiteindelijk gezegd, ja, laat maar komen dan. Want Boksmeer, dat wordt toch de wielerstaat van Nederland. Dus dan moeten we dat zomaar laten gebeuren. Ja. Als je het toch hebt over de wielerstad van Nederland, volgens mij volgend jaar of jaar daarna, komt de Vuelta naar Nederland? Ja, ja, ja. En komt die door Boksmeer? Dat is nog voorzichtig. Ja, maar dat is een paar jaar, dan eindigt de Tour de France maar eens in Boksmeer. Ja. Zullen we eerst met de Vuelta beginnen? Komen ze door Boksmeer heen? Ja, ja. Kan je dat regelen? Ja. Of heb je daar eigenlijk geen enkele invloed? Ja, een beetje, we moeten het niet over hebben, maar alles draait altijd om geld. Hè. Ja. We hebben het ook met de ZLM-tour meegemaakt. Dol enthousiaste bestuurders in de vijf gemeenten van Land van Kuik. Maar helaas is het financieel niet haalbaar. Nee. Ik denk ook niet dat het verantwoord was, die bedragen waarover gesproken wordt. Maar goed, ik ben nog geen bestuurder, dus ik ga niet over de centen van de gemeenschap. Nee. Gaat het nog komen dan? Nou, het wordt wel tijd. Ja? Ik kan niet wachten. Nieuwe gemeente in Land van Kuik. Ja. Misschien solliciteren we naar burgemeester. Ik wou zeggen, die hebben straks nog een burgemeester nodig. Ik zou liever nachtburgemeester zijn. Ja. Overigens, ja. Mijn overgrootvader, Alice, die heeft die boerderij gebouwd waar jullie nu wonen. Dus dat is goede grond, dat zie je ook aan mij. Ja. Ik ga met mijn vader wel eens ooit kijken, maar goed, laten we ons concentreren op de... Ja. En van de mannen, want dan vroeg jij... Ja, dat gaat alsof... Lastig. Wat ik net al zei, het gaat altijd over geld, maar we ontkomen er niet aan om toch maar eens tijdens de Tour de France de mannen eens even aan een shirtje te trekken en zeggen, joh, hoe gaan we dat doen dat je toch eens naar Boksmeer toe komt, want... Henk die regelt ongeveer alles wat de PR betreft bij ons volgende week, vrijdag of zaterdag. Gaan we al de eerste gesprekken met renners. Ja. Ja, weet je, ons streven is er ooit voor gekozen, alle Nederlandse renners, maar dat we geen tourwinnaar hebben, mits de Nederlander is. Daar hebben we het er vaker over gehad, dat brengt voor ons niks meer. En nou ja, nou is de kunst om alle Nederlandse top, die ook de Tour de France meedoen, maar ook alle anderen hier naartoe te halen. Dus krijgen we ook de vraag, ja, komt Dumoulin dan ook? Ja, die zullen kopen, die fiets geen deuk in de pakje boven. Ja, nou vandaag heb ik nog met zijn manager gesproken. Maar goed, Vuelta, hoogtestage, ja, het moet allemaal ingepast worden. En ja, die ploegenbazen verrijden, die ploegbazen hebben eigenlijk ook een beetje moeite met al die criteria. Want stel dat ze dan vallen, niets gebeurt, dan zitten hun met de gebakken peren. Dus ik kom niet om te klagen, maar we moeten wel steeds creatiever worden. Maar we gaan er wel een geweldige dag van maken. Ja, ik heb gehoord dat van premier Rutte, die zegt het geld klopt tegen de plinten omhoog. Dus daar moet voor jullie ook geen probleem zijn om sponsors te vinden. Nee. Klotsen tegen de plinten, maar ik kan niet anders zeggen dat onze sponsoren wel meer als heel royaal zijn. Ja. Ja, dan als ik zie
toen wij begonnen, dat we nou toch het sponsorinkomen ruim verdubbeld hebben. Hmm. Ja, ja, maar goed, dat is wel een klein probleempje. En dat is? Dat is omdat de Nederlandse wielrenners zijn gewoon te goed. Top geworden. Ja. Dus die varen ook topprijzen tegenwoordig. Ja. Ja. Dus nou ja, goed, daar moet je mee roeien. Dus we hopen dat er niemand een etappe wint in de Tour. Dan zie je meteen dat de omhoog schrijft. Ja, dat bedoel ik. Dus als jullie naar de televisie zitten kijken, naar de Tour de France, kijken naar een etappe en er zit een Nederlander voorop, dan zit je hem te knijpen al. Oh, ik niet. Nee. Nou ja, nou. Wat is vorig jaar won Dylan Groenewegen de laatste etappe, dus op de Champs-Élysées, daar zat echt 5 minuten tussen, kreeg ik telefoon. En dat de prijs omhoog moest. Nou, dat is dus echt, maar dat weten we ook dat gaat gebeuren. Ja. En toen was het grappige, we hadden toch wel een verschil van enige duizenden euro's, want mij is altijd die taak toebedeeld om te onderhandelen. Waarom, dat weet ik ook niet, maar ik krijg in ieder geval een telefoontje. En ik zei, ja, nou, dan gaan we toch nog even overleggen. Ik had natuurlijk van Jan, medebestuurslid, Jan zit, ik zag hem net zitten, daar, en van Twan al carte blanche. En nou ja, weet je, dan bel ik wel even terug, dan gaan we wel even denken, want ja, onze polstok is ook aan een bepaalde lengte gebonden, dus... Mm. Ja, dus zat ik zo voor de tv en toen hoor ik Dylan zeggen van ik ga morgen naar Boeksmeer. Ik bel hem terug. Ja. Zeg, luister vriend, ik denk dat jullie morgen problemen hebben als jullie ons voorstel niet accepteren. Zeg, nou, lijkt me vrij onwaarschijnlijk. Zeg, nou, de fans die komen in ieder geval. Zegt hij, hoe weet je dat ze zeker? Ik zeg, nou, kijk maar eens even naar NOS Studio Sport. Wat Dylan net zei. En toen deed hij het voor de prijs zoals wij het voorgesteld hadden. Ja, mooi toch? Op de knieën. Ja. Ja. Het gaat altijd over de renners, hè, maar we moeten het ook over een paar andere dingen hebben. Jullie hebben een paar nieuwigheden dit jaar. Speciaal voor jullie. Ja, daarom. Dus een van de nieuwigheden is van is het pinnen. Ja. Toch? Ja. Ik dacht je meer over het NK journalisten. Ja, we zijn er nog niet. Oh, en ik ga niet meedoen trouwens. Ja, ik zag er niet bij staan. Nee, maar dat kan niet voorbereid. Hè? Dat nee, oh ja, niet voor. Nee. Oh, dat klopt. Ja. Maar je kunt pinnen bij de poort. Je hoeft niet te betalen bij de poort, maar dat mag. En dan als je dan met een smoesje komt, ja, ik heb geen contant geld bij me, dan zegt er eentje wel alsjeblieft. Ja, weet je, het brengt toch maar geld, die vrijwillige bijdrage. Daar zitten ook briefjes van 50 bij en geen duizenden. Maar er zijn toch mensen die graag iets willen doen. Die op een of andere manier kunnen ze dan niet sponsoren. En in de laatste tijd werd dat vaker gevraagd. Dus hebben we gezegd, nou ja, laten we dat maar eens doen. Maar de kosten om die pinautomaten te huren, die zijn aanzienlijk. Maar ja, als we het dubbele binnenhalen, dan geloof mij maar, dan zijn die kosten snel terugverdiend. Ja. Dus ik ga je er uitvoerig over informeren hoe het afgelopen is. Maar voor ons is even kijken hoe het gaat. Ja. Ja, maar wij willen ook niet constant over gratis entree en dan wel vrijwillige bijdragen. Weet je, we hebben er ooit voor gekozen. Gratis entree, daar is het. Maar nee, dat is maar goed. Jullie komen dus met de Metworst ook. En ja, die maar jullie komen dan met zo'n initiatief van dat pinnen. Dus ja, daar moeten we wel even zo. Ja, 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 ja. Kom je niet aan. Nee, maar ik neem je sinds vorige keer niks meer kwalijk. Nee, dat is goed. Nou, ik mocht er niks over zeggen. andere, ja, je noemt het al, NK journalisten. Ja, ik weet al wie er gaat winnen. Ja, ik weet, ik ga er geen één die meedoet. Sorry, ja, maar... Zilverloon uit. Oh, juist. Ja, dat is niet winnen. Ja, laten we winnen, dat is met de profs. Oh nee, dat mag niet. Ja, dus dat komt eraan. Wat kwam er nog meer aan voor nieuws? De livestream, iedereen kan thuis blijven zitten en meekijken. Ja. Ja, daar hoeven ze niet meer te komen. Kun je thuis met een biertje gaan zitten, lekker goedkoop ook. Ja, dat kan. Ja, we willen het toch steeds professioneler maken. En er zijn ook een aantal mensen die graag zouden willen komen. En die kunnen niet komen. Dat is hetzelfde als met de tribune voor de minder valide, want die zou ik er ook niet bij staan.
En ja, daar hebben we ook, dat kost ons ook geld, maar vorig jaar schreef iemand dat helaas niet had kunnen komen, dat er geen tribune was voor invaliden. Ja, Jacques Verleurs uit... Ja, daar kwam spontaan op gereageerd, daar zorgen we volgend jaar voor. Dus daar had ik natuurlijk weer de technische commissie en onze penningmeester op mijn nek hangen, van waar heb je nou weer geroepen? Maar goed, daar gaan we over in discussie denken. Ja, eigenlijk moeten we daar ook rekening mee houden. Waarom zouden we dat niet doen? Dus nou hebben we die tribune... Henk, 40 vierkante meter of 60 personen. Nou krijg ik al telefoons, ja, dat is te klein. Ja. Het is gratis, maar ja. Alles is gratis bij ons. Ja, de horeca die meent nog wel iets te moeten tellen, maar dat gaat in de toekomst ook veranderen. Maar dan denk ik, nou, daar heb ik dan op gereageerd. Ja, luister, als het te klein is, dan wordt die volgend jaar groter, punt. Ja. Ja, daar kan ik nu ook niet over zien. Maar dan heb je ook al mensen die zeggen van, ja, wat moet ik met zo'n tribune? Ik wil met mijn rolstoel helemaal rond kunnen. Dat kan niet. Doe er wat aan. Ja, we krijgen toch wel eens ooit reacties daarover, ook negatief. Ja, dat is wel een hele moeilijk. Hè? Als er nou de rest van het publiek thuis bleef, dan zouden we voor die invaliden het wel heel toegankelijk kunnen maken. Ja. Of moeten rolstoelwedstrijden gaan houden dan? Ja. Dan kunnen ze ook rond. Kunnen ze alles zien. Ja. Nou ja, wie weet, volgend jaar nieuw. Heb ik nog een nieuwtje gemist? Ja, volgens mij één, vertel. Ja, Henk, je weet meer als ik. Buitenfilm, Henk. Buitenfilm. Oh, ja. Ja, maar dat gaat over het wielercafé, bedoel je? Ja, nee, ik bedoel vandaag dat de veiligheid. Veiligheid is misschien ook wel. Dat is ook weer zo'n item dan. En van NK Journalist wil ik nog wat zeggen, als dat mag. Maar ja, dan mogen Alice ook, dan maak ik denk ook wel. En, maar de veiligheid is wel een item. We hebben natuurlijk met de livestreaming, dan krijg je dus de vraag. Ja, dan moet ook de cameraman met de motorrijder mee. Met alle respect, wellicht kijken ze of luisteren ze ook mee. De motorrijders die altijd hier gereden hebben, die zeggen, nou ja, dat kunnen wij makkelijk. Ja, zo is het ook niet. Maar, want er kan natuurlijk van alles gebeuren. Dus ja, dan het veiligheidsaspect is altijd een agendapunt. Ja, uiteindelijk hebben we toch weer een professionele motorrijder gekozen die er ervaring mee heeft. Mm-hmm. Die gingen meteen vragen stellen van, we zeiden, daar hebben we helemaal niet aan gedacht. Goed, zo zijn we ook begonnen. En daar komt weer de onvermijdelijke vraag. En er moet ook weer een cameraman komen die daar ervaring mee heeft. En ja, uiteindelijk is dat ook allemaal gelukt. Dat kunnen we allemaal betalen. Dus dat komt allemaal goed. En komt er ook een helikopter boven Boksmeer te hangen om de beelden door te stralen? Ja, of? Een drone. Maar dat zei ze, dat moest ik hier niet zeggen. Nee, oké, daar hebben we het dan niet over. Dat heeft met vergunningen te maken. Maar dat blijft onder ons heen. Ja. Jij wou nog wat over het NK Journalisten vertellen? Ja, ik schrijf ook een column. Die, volgens mij gaat die nu uitkomen. Daar schrijf ik ook over. Ik heb dan wel met de wielerliefhebber, zoals bijvoorbeeld Henk, dan is hij zelf ook een journalist, of Jan en Twan in het bestuur. En die commissieleden, ja, NK Journalisten, doen wij dat? En ja, zoals hier al vaker zeg vandaag, dan zeg ik meteen ja. Ja. Maar ja, ken niks anders als ja. Maar dat gaat ten koste van de wielerliefhebber. De jongeling of de amateur of de junior. Want die moet, dus er wordt uit het programma wordt een onderdeel geschrapt. De kosten van die wielerliefhebber. Dus ja. Nou, kun je ook niet meer vroeger beginnen? Ja, dan komen we eigenlijk weer een tijdnood met al die vrijwilligers die ons moeten hebben. Dan gaat die dag te lang te duren. Maar goed, wellicht dat ik daarom dan ook in het bestuur zit. Want ik was wel blij dat Henk erbij zat. Dan kan hij mij ooit met namen noemen die er meer rijden. Mm. Ik weet ook, als vaker gezegd, ik weet wel de prijzen, maar ik weet niet meer welke ploeg ze rijden. Nee. Maar daar is Henk dan voor. Die zei, die is van Jumbo. Oké, fijn dat ik het weet. Maar dan maak je een keuze, weet je. En dat is dan toch wel lastig. En dan denk ik, ja... Ik ben toen de tijd toch gevraagd. Dan zeggen we, ja, we moeten zien te overleven. En nou horen we bij de grootste en bekendste criteriums van Nederland. Want ik mag niet meer zeggen dat we de grootste zijn, dat is niet goed. Nee. Maar dus we horen bij de grootste. Ja, en dan moet je natuurlijk blijven denken. Je moet ook die sponsoren, want met die sponsorinkomsten gaat dat goed. En dan moet je zorgen dat je publiciteit krijgt en aandacht. En ja, dat was een hele vervelende keuze. Mm. Nou, volgens mij had ik er nog meer moeite mee als de rest. Henk, zeg ik dat goed?
Nee dus, maar we hadden er allemaal moeite, hadden er allemaal moeite mee. Maar uiteindelijk hebben we er wel voor gekozen. Ja, ja. Maar het is toch de promotie van Boxmeer om Land van Kuik op de kaarten te zetten. Weet je, er heel veel media-aandacht is. Maar dat vinden die sponsoren wel mooi. Die zijn ook belangrijk voor ons. Maar het is natuurlijk die teleurstelling van, van de wielerliefhebber. Weet je, dat is lastig. Ja. Dat is lastig. Ja. Je kunt niet iedereen in de zin maken. Meer had ik niet meer. Nee, ben ik nog iets vergeten? Want anders ga ik jullie inruilen voor de volgende gast. Ja. Oh, ik dacht jij niks vergeten. Nee, ik ben niet vergeten. Ben ik nog iets vergeten? Want je had niks. Nou zeggen. Ja, je had niks dus. Nee, daarom. Nee, nou goed, dan wens ik jullie veel succes met het boek. En met dames en heren. Dankjewel. Tour de France, jij gaat de Tour de France fietsen. Dat klopt, dat is het plan. Ja, dat is het plan. Eerst even naar deze week, want je had deze week al een rondje van 200 kilometer gemaakt. Alleen, dat was een rondje gewoon ergens op in een restaurantje of zo, hè? Of in een lokaal, of binnen. Het was een surplus rondje, ja. Ja, zoiets. Dus ik heb mijn tax, zo heet dat, zo'n rollenbankje, voor het restaurant gezet in het Radboud UMC, waar ik werk. En daar hebben we 200 kilometer op gefietst, ja. Ja. En toen dacht je van, nou, als ik dit kan, dan kan ik de Tour de France. Ja, zoiets. Ja, ja. Ja, ik ben eigenlijk van plan om in die ronde van het kampioenschap van de journalisten mee te gaan doen. Ja? Dus ik denk, dan moet ik wel een beetje gaan trainen. Dus de Tour de France is voor mij een training voor daags na de Tour. Laten we het zo maar zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Ben je journalist? Nee, maar ik schrijf wel eens een stukje. Ja, zei, schrijf je wel eens een stukje. En je zegt, ja, ik schrijf wel eens een stukje. Dus nou, dan ben je journalist, heb je. Ja, ik hoor het hem zeggen. Ja, ik hoor het hem zeggen. Dat is goed. Maar goed, Tour de France rijden, jij doet dat niet samen met het grote peloton. Hoe doe jij het wel? Ja, wij fietsen een dag voor de Tour uit. Dus ja. Ik begin de volgende week vrijdag. Ja. Als de echte Tour zaterdag begint. Ik ben alleen, maar ik heb me aangesloten bij een groepje van een man of 25. En daar zit een hele kleine organisatie achter die de hotels regelt en de bagage en dat soort dingen. En zorgt dat je wat te eten hebt. En wij kunnen dan volgende week vrijdag leren we elkaar kennen, zeg maar. En dan gaan we gewoon fietsen en dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, maar dat is fietsen om het fietsen. Niet, gaat er niet om wie er wint iedere dag? Nee, gelukkig niet. Want als ik zie wat die jongens... Ik heb het ooit eerder gedaan, een jaar of 7 geleden. En als ik zie wat wij dan gemiddeld fietsen en wat die professionals gemiddeld fietsen, dan schrik je daar wel van. Ja, vertel eens. Ja, wij fietsen ongeveer 27, 28 gemiddeld. En die jongens die doen dan 40, 41 gemiddeld. Ja, ja. En dat scheelt echt wel. Ja, dus, dan vind ik 27, 28 per uur gemiddeld. Dat is toch al heel netjes, toch? Ja, op zich vond ik het ook nog wel netjes. Hè. Ik bedoel, ik ben ook geen 20 meer. En, het ging nog wel, denk ik. Ja, ja, precies. Bart. Jij fietst dat niet voor niks, je hebt er een doel mee, leg dat eens uit. Ja, klopt. Ik werk in het Radboud UMC op het gebied van kankeronderzoek. Ik ben ook leraar in de epidemiologie van kanker. En een paar jaar geleden werd ik gevraagd om voorzitter te worden van het Radboud Oncologiefonds. En dat haalt geld binnen voor onderzoek naar kanker. Er is heel veel geld op zich voor onderzoek bij KWF en in Brussel, bij de Europese Unie en dergelijke. Maar de competitie is enorm om dat geld voor dat onderzoek te krijgen. En je ziet nu de laatste jaren dat zo'n organisaties, omdat die competitie zo groot is, kiezen ze gewoon de projecten uit die vrij risicoloos zijn. Hè, waarvan ze zeker weten van oké, daar gaat wel resultaat op leveren. Ja. Dus die echte innovatieve projecten en die projecten waar echt wat risico's aan verbonden zijn, dus wat ook wel eens gewoon kan mislukken, daar is eigenlijk geen geld voor. Nee. Nou, daar hebben ze het Radboud Oncologiefonds voor opgericht. En het Nederlands Kankerinstituut die heeft ook zo'n fonds. En in Maastricht hebben ze ook zo'n fonds die leemte probeert op te vullen. Nou, ik werd daar voorzitter van, of ik werd daarvoor gevraagd om daar voorzitter van te worden. En toen zaten we bij een van de eerste vergaderingen van het dagelijks bestuur, zaten we bij elkaar. Er zitten ook mensen van KWF bij in dat bestuur. En dat was vorig jaar, een tijdje voordat Maarten van der Weijden ging zwemmen, die Elfstedentocht. En toen zei dat bestuur van, zoiets zouden wij eigenlijk ook moeten doen om dat fonds meer bekendheid te geven enzovoort. En toen zei ik in een vlaag van verstandsverbijstering van, ik kan de Tour de France fietsen. Ja. Ja. Je zei niet, ik doe de Elfstedentocht op een fiets. Nee. Nou, dat hebben ze in hun oren geknoopt en eigenlijk zat ik er vanaf toen aan vast.
Dat jaar ging niet meer, want dat was te snel voor de Tour. Want je moet er toch wel enigszins voor trainen natuurlijk. Ja, ja, toen werd het dit jaar. Ja. En nou ben je eraan. Nou ben ik eraan, juist. Ja, precies. Ik krijg wel een beetje schrik van langzamerhand, moet ik zeggen. Maar... Ja, maar ja, er heeft van iemand gezwommen van iedereen zei van... Nou, ja. En dat is ook goed gegaan. Ja, ja, dat is echt uitzonderlijk, moet ik zeggen. Dat is echt iets geweldigs wat die gast doet. Ja, maar is jouw prestatie... Ik bedoel, het is toch een aardig stukje fietsen, iedere dag opnieuw. Ja, het staat in geen enkele verhouding tot wat Maarten van Weijden doet natuurlijk. Nee. Hè? En dat is denk ik ook iets wat misschien 1 of 5 mensen in Nederland kunnen, zoiets. En dit kunnen natuurlijk, dat wij met 25 mensen dit doen, hè, dat betekent al dat het er wel meer zijn die het kunnen. Ja. Maar goed, voor mij is het een hele opgave, als ik heel eerlijk ben. Want je bent geen fietser van huis uit? Nou, ik wielren wel, dat wel. Maar goed, dat is geen 3500 kilometer in 3 weken. En dan zeker niet bij 45 graden. Ik kreeg net een foto van een zus, die is in Zuid-Frankrijk. Met een foto van het dashboard van de auto, stond 45 graden op. Nou, als het daar volgende week ook is, dan kom ik wel... Dan heb ik wel een probleem, denk ik. Ja, ja. Dat denk ik ook wel, ja. Dan kom je wel een kilo of 20 lichter thuis in Alps. Ja, vorige keer in 2012 was dat. Dat was die tour die Bradley Wiggins heeft gedaan. Toen kwam ik thuis, toen was ik inderdaad 7 kilo afgevallen. En mijn vrouw schrok ervan. En toen ik 3 of 4 dagen later bij de tandarts zat, die schrok er ook van. Want die vroeg aan mij van, wat heb jij gedaan, jongen? Ik zei, hoezo? Wat is er aan de hand? Hij zei, je hebt geen tandvlees meer over, man. Nee. En dus je kunt inderdaad echt op je tandvlees fietsen, denk ik. Ja. Dus qua afvallen nog wel aan te raden, maar qua tandarts beter niet. Nee. En nu heb ik besloten om maar af te vallen van tevoren. Ik woog 90 plus, dus ik heb ondertussen wel een paar kilometers gemaakt. Ik zit nu op 84, dus dat zit ongeveer op het gewicht van toen ik 18 was. Dus ik ben nu 58, ja. Dus wat dat betreft zit ik wel redelijk volgens mij. Ja, precies. Dus, maar goed, daar heb je alles wat je meer weegt. Je moet het ook allemaal mee sjouwen en mee fietsen. Klopt. Dat is een tripje, hè? Klopt. Ja. En hoe gaat het dan? Ik bedoel, je fiets voor de Tour uit. Op de dag van de Tour zelf, dan staan er alle idioten met campers en dus te zwaaien met vlaggen. Hoe is dat als jullie fietsen? Is het dan gewoon rustig? Ja, dan is het bijna overal is het gewoon rustig. Je ziet al wel in de stad waar je start of waar je aankomt, daar zijn ze al wel bezig met het village de Depart op te bouwen en zo. Maar verder is het redelijk rustig, behalve bij de bergetappes. Ja. Zeker als je in de Pyreneeën komt, dan staat echt vol met Spanjaarden, dronken Spanjaarden moet ik zeggen. Ja. Dus dan moet je echt gewoon tussen de Spanjaarden doorslalommen als je in de afdaling zit. Gelukkig staan ze bijna allemaal op de klim. Dus dan valt het nog mee. Maar dat is wel een beetje oppassen. Ja. Maar dat maakt het in die bergen natuurlijk wel heel erg leuk. Met zo'n publiek erbij en zo. Ja. Want als ze dronken zijn, wordt het ook wel een beetje gezellig met aanmoedigen. En de meeste worden gezellig. Ja, er zit er altijd hier of daar natuurlijk eentje bij die iets minder gezellig wordt. Maar de meeste worden wel gezellig en dat gaat wel goed. Ja, ja precies. Dus dat is mooi om te doen. Ja. Nou goed, het goede doel wat jullie hebben. Heb jij al enig idee wat jij bij elkaar gaat fietsen wat dat betreft? Mijn doel toen ik startte, toen dacht ik van ik weet eigenlijk niet waar ik op moet gokken. Ik hoef niet met 5 miljoen te beginnen, net als Maarten van der Weijden of zo. Dus ik heb mezelf als doel gesteld om €50.000 binnen te halen. Dat heb ik nog lang niet bij elkaar, moet ik eerlijk toegeven. Ik zit nu zo'n beetje op een 1.018 of zo, geloof ik. Okay, dus ik zoek nog naar een verdubbelaar, ergens. Dus, maar goed. Maar dan heb ik ook wel van Maarten van der Weijden gehoord dat hij 80% van het geld wat hij heeft opgehaald tijdens de zwemtocht. Ja. Dus ik hoop ook dat ik ook nog wat opgehaald tijdens de fietstocht. Ja. Er zijn wat radioprogramma's en zo die ik proberen te volgen. Ik heb net afgesproken dat ik in de avondetappe kom van de NOS. Iedere dag of één keer? Nee, één keer denk ik, want zo interessant zullen ze het wel niet vinden. En, je mag ook hier zitten, dus ja. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus, maar goed, als zoiets nog een beetje exposure oplevert, dan zou het in één keer wel kunnen gaan lopen. Want dan zit je natuurlijk voor miljoenen in beeld. In plaats van kleine groepjes mensen natuurlijk. Ja, ja. Maar dan mag nog. Ik wist ook helemaal niet wat ik kon verwachten. Ik heb zoiets ook nog nooit gedaan. En ik denk van ik zet maar een bedrag in.
Maar ik merk wel dat je er behoorlijk veel voor moet doen om, om een paar euro binnen te halen. Ja. Ja. Ja, ga je er nog een blog bij houden of zo, ja. Zodat je iedere dag jou kunt volgen? Ja, klopt. We hebben een website, daar kunnen mensen ook naartoe om te doneren. Heel simpel, www.tourdefransvanbart.nl. Ik heb nog wat kaartjes bij me, ik kan gang uitdelen. En daar zal ook een blog op komen, dus daar kunnen mensen ook die blog lezen. Maar die zal ook geïmaild worden naar alle mensen die hebben gedoneerd. Ja. Dus dan krijgen ze het gewoon automatisch binnen en kunnen ze dat lezen. Ja. Maar dan moet jij dus als je om een uur of zeven s'avonds, ik noem maar een tijd hoor, halsdood aankomt, dan moet je nog achter de laptop gaan zitten om een verhaaltje te gaan tikken. Ja, je moet wat, hè? Ik doe het niet voor het fietsen, maar ik doe het voor het goede doel, dus dat hoort er dan bij. Ja. Ja. En dit is dan ook gelijk jouw vakantie, of mag je daarna nog wel een paar weken weg van de baas? Ja, dit zijn gespaarde vakantiedagen. En nou hoeven wij niet zoveel te sparen, moet ik zeggen. Ik denk dat ik zelf en de meeste van mijn collega's, die werken allemaal tussen de 60 en de 70 uur per week. Standaard gewoon. En mijn directe baas is de raad van bestuur van het Radboud. Dus als ik dan kom van ik wil 3 weken gaan fietsen, dan doen ze daar ook niet moeilijk over. Dus ik ga in september nog 2 weken weg met mijn vrouw, want die eist er toch wel dat er ook nog iets met haar gebeurt. Ja. Die vrouw, hè? Ja. Dus, Ja, dus dat gaat nog wel komen. Nou goed, hoeveel geld bij elkaar gaat komen, dat is afwachten. Als jij zegt van nou, ik wil als oncologisch onderzoeker nog één ding dat ik heel graag zou willen doen met dat geld. Wat wil je dan onderzoeken en dan moet het nog succesvol zijn ook? Ja, dat is, ik wil zelf heel graag allerlei dingen onderzoeken, maar ik heb afgesproken met het fonds dat er geen enkele euro naar mijn onderzoek gaat. Het gaat om onderzoek van anderen. Mijn onderzoek zit op het gebied van blaaskanker en prostaatkanker. Ik ben zelf bezig met te kijken van waarom nou de een blaaskanker krijgt en waarom de ander niet. En als wij mensen neoadjuvante chemotherapie geven, dus de chemotherapie voordat ze geopereerd worden, om te zorgen dat ze tijdens de operatie niet zo uitgebreid hoeft te opereren, dan weten we eigenlijk helemaal niet te voorspellen welke patiënt erop zal reageren en welke patiënt niet gaat reageren. En wij willen op basis van genetica, van je DNA, willen we kunnen voorspellen of de een goed reageert of niet goed reageert. Want degene die goed reageert, kunnen we dan misschien wel zelfs een hogere dosis geven. En de ander kunnen we het achterwege laten, zodat je ook geen bijwerkingen krijgt. Nou, dat is mijn onderzoek, tenminste een stuk van mijn onderzoek. Maar goed, daar gaat geen geld naartoe. Waar gaat het wel naartoe? Ja, in feite kan het naar allerlei projecten gaan. Die staan bij het Radboud Oncologie Fonds. En dat zijn heel wisselende projecten. Bijvoorbeeld, zit één project bij waarbij er bij patiënten met een verdenking op longkanker, die worden normaal gesproken met een naald door de borstkas, wordt er een stukje van de tumor afgenomen. Dat is allemaal heel lastig te bereiken. Ook ze prikken wel vaak mis en zo. Er is nu een nieuw apparaatje ontwikkeld waarin je kunt navigeren via de luchtpijp naar heel diep in de long. Ja. Waardoor je dan ook in feite met die navigatieapparatuur een biopje kunt nemen. Maar goed, dat moet wel geëvalueerd worden van werkt dat nou, werkt dat nou niet? Wat zijn de positieve en negatieve kanten daaraan? Dus dit type onderzoek, daar zijn we mee bezig. Er is een ander onderzoek dat gaat over hersentumoren. Dat is ook wel leuk. Leuk, het is eigenlijk helemaal niet leuk, maar ik zat 2 dagen, eergisteren was ik dus aan het fietsen in het Radboud UMC. En daar komen er natuurlijk een heleboel vrienden, collega's maar ook patiënten komen daar langs en die komen een praatje maken. Ik had ook 2 fietsen neergezet, dus ik was aan het fietsen continu van 8:00 tot 6:30. En er zat dan een lege fiets naast en konden mensen op die fiets komen zitten, even mee fietsen. En dan werd er zo'n foto met daarachter op de Mont Ventoux geprojecteerd, weet je. En dan konden mensen voor een tientje komen die foto kopen, snap je wel. Maar dan komen ook heel veel mensen praten en er was ook bijvoorbeeld een meisje die kwam van de poli af, zag ik. Een meisje van 18. En die kwam bij mij zitten en die zei van dat ze zegt, wie ben je? Ja, die en die. En wat heb je dan? En ze had een hersentumor. En ze kwam net bij haar arts vandaan om af te spreken hoe zij behandeld zou moeten worden. Of dat met een operatie zou moeten of niet met een operatie. En dan denk ik, dat komt wel binnen. Zo'n meisje van 18. Mm-hmm. En dan denk ik, die krijgt een mega operatie dadelijk met allerlei mogelijke gevolgen. Nou, nu is er ondertussen zijn er nieuwe therapieën in de maak, immunotherapie. En dat is, ik denk dat we ondertussen nu
de laatste jaar en de komende jaren meer bereiken dan wat we de afgelopen 15 jaar hebben bereikt. En dat komt door die immunotherapie. Maar immunotherapie bij hersentumoren, daar weten we eigenlijk nog helemaal niks van. Of dat werkt, of dat niet werkt, of dat überhaupt al bij die tumor kan komen. Hè, want we hebben een hersenvliesbarrière en dat soort dingen. Dus onderzoek daarnaar staat ook op het lijstje. Om die immunotherapie proberen te gaan gebruiken bij hersentumoren. Hersentumoren zijn ook, bepaalde hersentumoren zijn ook heel vervelende dingen. Dat noemen ze ook wel als guerrilla's. Ja. He, dat is niet één mooi tumortje, maar dat zit overal verspreid en zo. En, dus dat zijn hele vreselijke, nare dingen. Ja, en als we daar iets aan zouden kunnen doen, dat zou natuurlijk super zijn. Zeker als het zo'n jonge mensen betreft. Ja. Dus ik weet waarvoor ik het doe. Ja. Snap je? Ja. Je ziet de mensen iedere dag voorbij komen. Ja, zeker. Dat komt ook wel een beetje binnen als je zo zit te trainen. En ik denk dat als ik straks in, weet ik veel wat, in Saint-Étienne zit. En ik denk van, god, ik stap af, want ik vind er niks meer aan. Met die 45 graden. Dan zijn dit de mensen, denk ik, die zorgen dat ik op de fiets blijf zitten. Ja, precies. Ja. En dan als kerst op de taart word je hier in Boksmeer onthaald. Ja, super. Hartstikke leuk. Ja. Ik denk dat je, ik was hier nooit geweest, maar dit is hartstikke leuk. Ja, nee, ik bedoel, met de daags naar de Tour dan. Ik denk dat je op het podium naast Tom Dumoulin komt te staan. Ja, als hij komt, hè, want ik weet niet of hij komt, maar dat zou leuk zijn natuurlijk. Dat is niet zo duur meer, dus Dat scheelt. Ja. Nee, maar daarom, dat lijkt me dan, als je dan nog energie hebt om dat te doen, dat lijkt me wel een mooie... Ja, dat is zeker super. En ik denk ook, ik snap ook Pierre niet waarom dat hij zegt, omdat je nog helemaal niet weet wie er van de toerrenners wie er gaat komen. Ik bedoel, ik ben de eerste. Ik ken er één. Bart, ik ga jou heel veel succes wensen. Dank je wel. Ik denk dat iedereen jouw blog gaat volgen, want het lijkt me echt raar. Het zou geweldig zijn. Dank je wel. Dank je wel, heel veel succes. Ja. Bart-Jan Baartmans, ik ga jou niet meer introduceren. Je hebt een lied gemaakt over Daags naar de Tour, zeg ik dat goed? Ja. Dat heet... Rondemis. De Rondemis. Dames en heren, Bart-Jan Baartmans. Zullen we maar zeggen dat het een metafoor is voor de hobbels in de liefde. De kasseien, de hobbels in de liefde. Liefde zonder hobbels, daar is geen reet aan. Hele toer om bij haar huis te komen. Een steenworp hemelsbreed van me vandaan. Alsof ik voor de liefde moest betalen bij de fittent aan de Ruisdaalstraat. Plassenpils en walmende kroketten. Zangers in tranen, bloed en zweet. De renners heel wat tandjes bij te zetten. Geen wonder dat dat groot verzet zo heet. Ik ontsnapte en verschroeide het parcours. Trotseerde de kasseien. Heb mijn ronde misgezoen, daags naar de toe. Langs me heen, of koers gehouden door de barrière van al die wielergekken op de been. Wie er nou als eerst over de meet ging, Hollema of Geesink of Ten Dam. Ik denk dat ik het heb van horen zeggen. Wie er uit die sprint als rapste kwam. Oh, ik ontsnapte en verschroeide het parcours. Trotseerde de kasseien, heb mijn ronde misgezoend, daags naar de toer.
klettert neer op onze straatjes. Als renners bij een grote valpartij. De kopmannen al urenlang gevlogen. Deze ronde lang nog niet voorbij. Oh, ik ontsnapte en verschroeide het parcours. Trotseerde de kasseien, heb mijn ronde misgezoend, daags naar de Tour. Daags naar de Tour. Daags naar de Tour. Jan, dankjewel. Ik dank mijn gasten voor vandaag weer. Ik vond het zelf weer een leuke editie. We gaan de zomer in. In september komen we terug met een Gelderlander Nieuwscafé 2.0. Hoe dat gaat worden weten we helemaal nog niet, maar we gaan kijken of we het een beetje kunnen veranderen, maar zeker aantrekkelijker maken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer. Die begint morgen geloof ik met 35 graden. En ik zie jullie allemaal in september terug. Dankjewel, fijne vakantie.